Eerst Trump. Het gaat goed met Donald Trump. In de peilingen staat hij inmiddels op gelijke hoogte met Hillary Clinton. De wereld begint zich zorgen te maken over de economie. Hoe vergaat het ons als Trump aan het roer staat van de grootste economie ter wereld? Dat is een goede vraag. Econoom Helene Mees woont in New York. Zij volgt de wereldeconomie en de verkiezingen op de voet. En we zijn blij dat ze hier is met haar opinie over Trumponomics. De economie volgens Donald Trump. Helene Mees, hartelijk welkom. Dank je wel. Het gaat goed met Trump. Hij staat nu op gelijke hoogte met Clinton. Baart je dat zorgen? In de laatste opiniepeilingen, maar zeg maar in de gokmarkten, de betting markets, daar staat hij echt op forse achterstand. Daar wordt Hillary Clinton's uitverkiezing als president op 90% ingeschat en we zijn op minder dan 10%. Maar de poll waar ik het over heb, is de poll van CNN. Ja. En dat gaat toch wel behoorlijk hard. Ja, maar die polls, dat zijn algemene polls. Dus die zeggen in Amerika niet zoveel, omdat het een districtenstelsel is. Feitelijk moet je per staat gekozen worden. Dus het gaat om het aantal kiesmannen dat je binnenhaalt. Dus die algemene peilingen zeggen lang niet alles. En ben je dan gerust over de peilingen die jij volgt? Of zeg je, nou, het kan toch nog wel spannend worden? Ik heb er nog alle vertrouwen in dat Hillary Clinton de verkiezingen gaat winnen. Maar niettemin is het wel een ontwikkeling die belangrijk is om in de gaten te houden. Het wordt überhaupt, het zal waarschijnlijk een hele lelijke, ugly verkiezingsstrijd worden. Ja. Dus het zal voldoende onrust veroorzaken. Ja, even alle duidelijkheid. Jouw voorkeur gaat uit naar Clinton. Of course. Ja, natuurlijk. Ja, sorry. Nou ja, waarom natuurlijk? Ik denk dat zij van alle kandidaten degene is die het echt het beste weet hoe je de complexe wereld, de complexe materie aanpakt. Ik vind bijvoorbeeld Bernie Sanders, haar tegenstrijder in de democratische voorverkiezingen. Ja, zijn antwoord op alles is van we moeten de biljonairs aanpakken, de miljardairs in Amerika. Maar ja, kijk, er zijn een heleboel problemen in Amerika die veel complexer zijn. Bijvoorbeeld rassendiscriminatie. Dat is niet begonnen met de financiële crisis van 2008. En ik denk dat zij ook goed weet hoe je en zeg maar Wall Street, het belang van Wall Street ziet voor het functioneren van de economie en ook de gevaren ervan ziet. Goed, toch gaan we het hebben over Trump. Want Trump zegt een aantal zaken over de economie waarvan wij vinden, nou, toch interessant om daar eventjes naar te kijken, wat dieper op in te gaan met jou. Waar Trump voortdurend op hamert, dat is de concurrentie met China en Japan. Laten we even luisteren. Now. The good news is we have tremendous potential. Tremendous potential. We have power over China that you wouldn't believe. China sells their product to us, no tax. No tax. And yet they'll manipulate their currency so that our people cannot compete with their product. We make better products than them, by the way. Ja, is dat zo? Nou, ik denk dat de Chinezen hard op weg zijn om betere producten te maken dan de Amerikanen. Maar los daarvan, het is moeilijk om met China te concurreren. Dat was natuurlijk overduidelijk gebleken de laatste 15, 20 jaar. Komt dat door die koersmanipulatie? Nee, dat komt niet door de koersmanipulatie. Het komt gewoon dat China zo'n enorme bevolking heeft, waarvan een heel groot deel, 60% in 20, 30 jaar geleden nog in diepe armoede leefde. Dus die lonen zijn daar enorm laag. Ja, om dan te concurreren met een land als de Verenigde Staten, waar een gewone fabrieksarbeider al gemiddeld $28.000 verdient, terwijl de Chinezen minder dan $300 per maand verdienen. Ja, dat is gewoon heel erg moeilijk. Is dat niet te winnen? Het is moeilijk gebleken. Uiteindelijk zal internationale handel heeft winnaars op te leveren. Maar om China voor te blijven, moet je echt zorgen dat je zelf heel erg vooruit gaat met je technologie. En dat je die voorsprong houdt op China. Ja. Een land waar de lonen hoger liggen is Japan. Daar heeft hij het ook heel vaak over. Hij zegt, Japanse auto's zien we met miljoenen in de Amerikaanse samenleving rijden. Maar bijna geen Amerikaanse auto is er te vinden in de Japanse samenleving. Kan hij de concurrentie? Hoe groot is de achterstand van de Verenigde Staten geworden ten opzichte van die twee landen? Ja, maar je moet je ook afvragen of Amerika moet willen concurreren per se met de auto-industrie. Overigens, in Amerika worden heel veel met Amerikaanse auto's gereden. Dus het mag ook niet zo verbazen dat Japanners met Japanse auto's rijden. Maar je kunt je afvragen of een land als de Verenigde Staten nou helemaal zijn comparatieve voordeel heeft in het produceren van auto's. En dat niet echt meer slimmere technologie, dat het meer in biotechnologie moet zitten en andere meer technologische hoogwaardige producten en diensten die ze verlenen. Ja. Hij presenteert zich als de banenmotor van de kandidaten die nu nog in de race zitten. Wat zou die moeten doen om ook echt die banenmotor in Amerika te zijn? Nou ja, in theorie
als hij alle handelsverdragen op zou kunnen zeggen, als het hem dat al zou lukken, als hij inderdaad 25% zou heffen op alle import uit China. Ja, dat gaat wel. Hè, het voordeel, zeg maar, zijn achterban, dat zijn echt de witte arbeidersklasse die enorm verloren hebben door de integratie van door globalisering, met name integratie van China in de wereldmarkt. Ja, op die manier, zeg maar, ook de theorie vertelt dan, ja, op dat moment gaan die arbeiders er weer op vooruit. Er zijn daarna ook hele grote verliezen, maar die vallen dan niet bij de mensen die het nu zo zwaar hebben gehad. Maar je kunt je afvragen of je dat gewoon wil. Er is natuurlijk ook iets heel bijzonders gebeurd. Doordat China in de wereldeconomie is geïntegreerd, zijn honderden miljoenen Chinezen die voorheen inderdaad in diepe armoede leefden, die zijn daar nu uitgehaald. Dus je moet echt naar de toekomst toe. China blijft een enorme uitdaging. Dat is de afgelopen 15 jaar al gebleken. Maar Trump zou er juist op in moeten zetten om te zorgen dat wij die concurrentieslag met China voorblijven. En niet door proberen zoveel goedkoper hier te produceren of in Amerika. Of heffingen te leggen, maar juist om te zorgen te investeren in research en development. Ja. En dergelijke zaken. Als we kijken naar de schulden, want dat is een ander belangrijk punt van Trump. De Amerikaanse overheid en de consumenten overigens ook, die hebben een enorme schuldenberg opgebouwd. De Amerikaanse overheid heeft nu een schuld van ongeveer 90% van het bruto binnenlands product. Dat is wel een grens, volgens mij. 90% is niet. Nou, het zijn landen die meer schulden hebben. Kijk, de rente is op dit moment heel laag. Dus je kunt je afvragen hoe groot die schulden nou echt een probleem zijn. Want het is met name de rentelast die natuurlijk die schulden problematisch maken. Maar die rentelast is inmiddels al bijna vergelijkbaar met de uitgaven aan de defensie in Amerika. Ja, maar niettemin, ik zou zeggen dat de Amerikaanse schulden op dit moment niet de grootste problemen zijn. Het is beter om te zorgen, als je de staatsschuldquote omlaag wil brengen, moet je zorgen voor veel economische groei. Want dan krijg je het tellen-noemen-effect. En als de schulden maar minder hard groeien als Amerikaanse economie. Ja. Dan gaat die staatsschuldquote vanzelf omlaag. Dus je moet veel meer inzetten op het creëren van groei. En daarvoor zijn echt wel mogelijkheden. Anders nog dan het heffen van 25% op de importproducten uit China. Ja. Je zou kunnen herverdelen. Dat is een belangrijker manier, denk ik, om economische groei in Amerika te vergroten. Herverdelen? Dat via? Nou ja, je ziet echt, kijk, het idee is altijd van internationale handel is een win-win. Maar binnen het land dat het meest ver gevorderd was, de ontwikkelde economie, zoals de Verenigde Staten, dan gaan de arbeiders, wat je ook gezien hebt, die gaan verliezen. Maar de winsten zijn dan weer zo groot voor de hogere klasse, dat die arbeiders daaruit gecompenseerd kunnen worden. En dat klinkt heel mooi in theorie, dus wij economen vertellen dat ook heel graag. Maar het probleem is natuurlijk dat er juist de laatste 15 jaar helemaal niet geherverdeeld is. Al voor zover de herverdeling was, was het door de Bush tax cuts ten gunste van de rijken. En als je dat nou, dan zorg je dat er meer koopkracht komt bij de lagere lagen. Die zijn meer geneigd om niet te sparen, maar om het uit te geven. En daarmee creëer je economische groei. Nog heel even naar China, hè? Want een groot deel van die schuld die zit is in Chinese handen. Mm-hmm. Binnenkort komt er een boek van jou uit over China. Gaat dat ook over die schuldenrelatie tussen de Verenigde Staten en China? Dat is bijna een dodelijke alliantie, is dat. Die komen niet van elkaar af. En nou wil Trump wil de schulden eigenlijk afschrijven. Die wil of heronderhandelen eigenlijk. Ja, dat is gaat voor een Griekse oplossing. Wat natuurlijk voor het meestal welvarende land of grote economie van de wereld echt heel erg lachwekkend is. Ook weer heel zorgwekkend. Hij doet alsof het een van zijn casino's is die failliet gaat. En dat hij dan gewoon in het faillissement alle schulden kwijt kan raken. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee, ik denk, kijk, die schulden zijn niet een heel groot probleem. Op dit moment is denk ik het grootste probleem van de wereldeconomie, dat er veel meer mensen willen sparen, met name veel bedrijven die sparen, en er te weinig besteed wordt. Dus opnieuw, die schulden tussen China en Amerika zijn niet het grote probleem. Als hij echt gaat zeggen van ja, we willen haircuts, we gaan ze niet terugbetalen, dat wordt wel een probleem. Dat creëert heel veel onzekerheid op financiële markten. Er zijn eigenlijk maar weinig economen te vinden die applaudisseren voor deze economische ideeën van Donald Trump. Laten we even kijken naar de campagnejournalistiek van The Economist. Kijk, die komt met dit soort advertenties. Donald Trump, don't. Waarom zou de wereldeconomie zich in een ramp storten met deze Amerikaanse president Donald Trump?
Nou ja, ik moet wel zeggen, vind de Economist maakt het zichzelf wel heel makkelijk. Hè? Ze schrijven, ze zijn voorstander van globalisering, vinden dat heel belangrijk. Ja, want zij bedienen met name het publiek van de haves. Hè? De Wall Street bankiers, de hedge fund managers. Ik vind dat we hebben de Economist heel weinig over herverdeling gehoord van de voordelen van globalisering. Dus ik denk dat ze daar zeker een hele grote steek hebben laten vallen. Maar klopt de rampspoed die over ons wordt uitgeroepen als deze man president wordt? Nou, kijk, Barack Obama's presidentschap heeft wel bewezen dat de president in Amerika helemaal niet almachtig is. Hè? Barack Obama heeft weinig wetten door het parlement kunnen, door het congres kunnen loodsen. Heeft eigenlijk relatief veel door executive orders moeten werken om iets gedaan te krijgen. En dat zal Trump ook een part te spelen. Die op een gegeven moment wordt hij, als hij verdragen wil opzeggen, heeft hij daar de steun van het congres voor nodig. En het ziet er nog helemaal niet uit dat hij ook een geheel republikeinse congres krijgt dat helemaal hem op zijn wenken zal bedienen. Het tegendeel. Dus in die zin denk ik dat, net als bij iedereen het geval is, maar dat tussen droom en daad bij Trump ook wetten en praktische bezwaren in de weg zullen staan. Maar niettemin, het zal veel onrust. En ik maak me eigenlijk meer zorgen over Donald Trump is toch een soort Erdogan. En je zou willen zeggen, het is een kleine Erdogan, maar dat is het niet. Ik denk dat het eigenlijk een groot formaat Erdogan is. Hij dreigt de persvrijheid te beperken. Hij dreigt met geweld op zijn rallies. Hè. Hij vindt dus mensen die daar autoritair demonstreren. Autoritair persoon. Nee, enorm autoritair. Dus dat vind ik in totaal een zorgelijker ontwikkeling dan die economische plannen van hem, want die wisselen nog per dag. Goed, dank u wel toch voor je opinie over zijn economische plannen, Helene Meester. Oké.